dat zijn Surinamers, hè. Ze wonen daar en we connecten ze met elkaar. Zijn ze nou hier of daar? Surinamers overal in opdracht van GoTo en Telezuur. En we heten je allen, jullie allemaal, ja. Dat weet ik toch? Van harte welkom. Maakt niet uit waar je zit, maar we bellen een Surinamer waar je naar kan luisteren. Goedendag, ik ben Olu Abinne, ik ben vanuit Paramaribo, Suriname! Olu! Dag. Ik wil bijna zelf je naam uitspreken. Wie hebben we aan de lijn? Dit is Sarissa Winter. Ja, een trotse Surinaamse zegt het anders en luider en met meer flair. Dit is Sarissa Winter. Jawel. Wan Jadjasrana Uma. Wan sweet konaini. Waar zit je, Sarissa? Ik zit in Leuven, in België. Dat is een uur van de Nederlandse grens. Aan de Nederlandse grens? Nee, een uur verwijderd van de Nederlandse grens. Oh, een uur verwijderd van de Nederlandse grens, oké. Okay. Sarissa, hebben we je eerder gesproken in Suriname zo vooral? You sound so familiar. Ja, een jaar geleden denk ik. Of misschien een beetje langer. Oké. Nee, mooi man. Dat wil zeggen, Sabasa en ik bij je weten hoe we het hier doen. Ja, klopt. Ik hoef je dan niet meer te vragen wie mama is en wie papa is, dat had je al verteld. Nee, maar ik vertel het nog een keer, want mijn ouders verdienen respect, hè. Aandacht. Extra exposure. En alle aandacht. Want ze hebben hard gewerkt om mij op te voeden. Aha. Mijn moeder is Regine Blackson Winzak. En mijn vader is August Winzak. Oké. Dus mama is Regine Winzak Blackson. En papa is August Winzak. Ja. In bepaalde landen doet men het andersom, hè? Maar eerst de meisjesnaam en daarna de getrouwde naam, toch? Ja. Ja. In België denk ik ook, vandaar die verwarring. Oh, dus je doet het op zijn best. In sommige landen hoef je niet eens de manse naam over te nemen. Doe niet onaardig, hè, Sarissa. Begin niet onaardig te doen. Ik heet Sarissa Winzak, hè. Ik ben getrouwd, maar ik heet Sarissa Winzak. Wat ben je getrouwd? Ja, ik ben, wacht eens, moet ik even nadenken. Al 7 jaar getrouwd. Oké. En je houdt het op Sarissa Winzak? Ja. Oké. Oké. Nee, als jij niet zelf getrouwd was, zouden we doorgaan hierover. Maar ik ga niet voortborduren hierop. Want dit gesprek kan men straks weer volgen, hè, op YouTube. En dan heb je dan, snap je dadelijk, Imasra Golukas aan dame. Dat gaat eerst lekker dame, no trots op mijn in. Dus no, dat wordt je ratorie go wat trawee. Nee hoor. Het is gewoon hoe ze in België doen. Je hoeft niet je man's naam over te nemen. Je moet juist extra papieren indienen als je zijn naam wilt overnemen. Oké. Dus niet zo makkelijk is het, want als je een Belgische of in België een dame tegenkomt, ze noemt de naam, de meisjesnaam, oké, de voornaam. En van het tegen, hoe is het zit elkaar trouw? Ja, dat ligt aan jou, hè. Maar je kunt ook kijken naar een trouwring of zo. Als ze de trouwring aan heeft. Ja, dat is lekker. Aha. Oké. Heb jij de jouwe nu om de vinger? Ja, toevallig wel. Hoe hou je telefoon vast met die hand? Met die vinger waar aan je trouwring is, no? Nee, mijn telefoon heb ik gewoon neergelegd. We praten via speakerphone? Ja.
Oh, gelukkig dat de verbinding nog goed is. Awasa-verbinding nog morgen gaan we weer handmatig bellen. Ja, geen probleem. Nee, dat is mooi, man. En je bent al een poos in België. Je praat bijna al met een Belgisch accent. Ja, ik ben eigenlijk juist mijn best aan het doen om zo verstaanbaar mogelijk te praten. Want hier is een accent liggen gewoon niet mee. No. Het feit dat je dan al probeert Sranan tongen te praten, ook als we met een ander accent zijn, als maar die lafina in doen. Want je kan niet anders. Je accent zegt veel van waar je woont, waar je vandaan komt. Juist vind ik het raar, laat me voor mezelf praten, als je nu zou proberen te gaan praten met een ander accent. Soms doe je het bewust alleen maar om je verstaanbaar te maken ergens. Maar wanneer we overgaan tot de orde van de dag, dan praat je met je eigen accent. Ja, en intussen woon ik al 12, 13 jaar in België, dus het is op zich niet normaal. Het is juist normaal dat mijn accent een beetje verandert. 12, 13 jaar woon je in België. Wacht hoor, toen was die grote stroom van Surinamers richting België al begonnen? Of zeg maar, degene die al een poos woonde in Holland richting België vanwege de voordelen in België al begonnen? Of was je ze voor? Oh, dat weet ik niet. Daar heb ik niet eens op gelet. Maar toen je daar ging wonen? Toen ik verhuisde, kon ik geen Surinamers vinden. Is je toch? Je was ze voor. Maar weet je, dat is een guia de kaart die voor Galiba België persoon. No, een Suriname bijna nog bij de attendati. Mijn man, is Suriname had leren kennen. Die Belgische man is je helemaal hier komen halen. Ja, hoor. Helemaal in Suriname. Zo. Droomde je altijd al van wonen in het buitenland? Nee, echt niet. Helemaal niet. Het was echt heel toevallig. Ik werkte. Maar ik weet niet of je me nog kent, hoor, Oli. Maar ik ga misschien, terwijl ik het vertel, dat het terugkomt. Ik werkte vroeger bij de West als journalist. Mm-hmm. En voor Tini West werkte ik toen en mijn man heb ik daarom de redactie ontmoet. Hij heeft een jaar in Suriname gewoond en dan zijn we naar België verhuisd. Gisteren las ik ergens iets. Als je je baby moest noemen naar de plek waar je partner hebt leren kennen. Abtje, voer naar Tini West, toe elkaar in. Oei. En vooral die Tini West. Die Tini West, toch? Ja. Na productie, na Tini, Tineji. Want daar is het begonnen, mooi. Nee, als andere mensen hun kinderen naam moesten geven, dan ben ik onder de brug. Nee, in ons geval gelukkig niet. In de bus. Sommige partners hebben elkaar in de bus leren kennen. Kan je de bus door toen ze pet? Weinig ruimte in de leenbus. Je weet het, Suriname. Dat is zo'n faya zo. Dat is chauffeur Nederland, eerkok bijna bus. Dat is zo'n faya daar, maar pet. Bijna want Tromi Ewa ontstaat in haar bus. Begrijp je? Maar toch alleen kies vanwege die warmte. Ja, die warmte in die bus toch. Het zou een PKS zijn of anders waterkant. Oh, PKS. Oh, zeg dames, PKS. Woonde je ergens op Sofia's Nest? Nee, op Uitvlucht, maar die gaat voorbij Uitvlucht, hè? Ja. Ja. Sorry, ze schreven heb je altijd. Ik weet het nog. Je weet het nog, hè? Ja. Nou, en je denkt dat je niet meer kent. Sarissa. Schrijven heb je altijd al gedaan. En je bent ook doorgegaan daarmee. Je hebt kinderboeken geschreven.
Wat is er gebeurd tussen ons vorige gesprek? Wanneer ik zeg ons, dan bedoel ik het gesprek tussen jou en Surinamers overal. Sinds de vorige keer en vandaag. Veel meer geschreven. Okay. Ja, sinds de vorige keer is er enorm veel veranderd. Mijn eerste boek is uitgekomen. Ik ben momenteel bezig aan een volwassen boek en een tweede kinderboek. Ik heb sindsdien ook mijn eigen bedrijf gestart. Een webshop voor kinderen van verschillende huidskleuren en achtergronden. En die webshop heet Cargo Confetti. Waarbij ik kinderboeken en speelgoed verkoop. En dan zijn er nog heel wat kleine dingen gedurende die periode gebeurd. Jouw hart ligt bij het kind. Ga maar na vanaf Tini West. Misschien zelfs eerder. Hoe verklaar je dat? Waarom zoveel liefde voor kinderen? Oh, het is niet zozeer... liefde voor kinderen, maar liefde voor fantasie, voor verbeelding. Ja, en liefde voor schrijven. Het is een combinatie van dat allemaal. Ik heb altijd heel graag een kinderboek willen schrijven. En gewoon ergens altijd een beetje kind gebleven. Zeg het goed hoor, altijd ergens een beetje kind gebleven. Oké. Okay. Ja, ja, altijd die vol fantasie geweest. En je weet, als kind tijdens het huishouden was ik alles van alles aan het fantaseren. Toen deed ik dit en dat. En ik ben gewoon blij dat ik het nu allemaal in verhalen kan schrijven. Hoe voed je je fantasie? Kijk je kinderfilms of zo? Ja. Nee, ik zou zeggen dat het komt natuurlijk hoor. Maar misschien voed ik het ook door altijd kinderboeken te lezen. Oh. Ja. Ja, het is weet je, een kinderboek, hè. Je kunt echt alles ermee. Je bent niet verbonden aan realiteit of aan... is dit mogelijk of dit is niet realistisch. Je kunt echt werkelijk alles doen in een kinderboek en dat vind ik het mooie eraan. Je hoeft alleen de passie te hebben en je moet fantasierijk zijn. Ja, en blijven oefenen. Ja. Want je kunt alle talent hebben van de wereld, maar als je niet eraan werkt, ja, dan kun je er ook niet verder mee groeien. Oh, blijven oefenen. Dus ook hiervoor geldt oefening baart kunst. Oké. Ja, voor alles. Voor alles. Mm-hmm. Hoe heet je eerste kinderboek? Mijn eerste kinderboek heet Liever Niet. En het is een verhaal over grenzen stellen, over je lichaam. Wacht, hè. Ik zal een stukje van het verhaal aan u vertellen. Het verhaal gaat over Manu, die naar het feest gaat van de oma. En iedereen wil een bosje geven of een brasa. Maar Manu wil dat helemaal niet. En een loonbosje en een brasa. Dus iedere keer zegt hij liever niet, liever niet. En met het boek wilde ik kinderen tonen dat het echt wel oké is om te zeggen... Nee, ik wil geen kus geven of ik wil niet op je schoot zitten. Mijn lichaam is heilig, dus dit is mijn grens. Sterk verhaal. Want hoe vaak hoor je het niet dat wanneer een kind iets niet wil doen, dat door ouderen zo'n kind eigenlijk bedreigd wordt, vind ik. Oh, je wil oompie geen brassen geven. Oh, je wil niet op oompie gaan zitten, dan krijg je geen snoep. Dat is toch gemeen? Ja. Ja, klopt. En daar wilde ik het verhaal schrijven, want het zijn zo van die gevallen waar ik mezelf nooit op mijn gemak mee heb gevoeld. En het is niet om te zeggen dat onze ouders ons verkeerd hebben geleerd, maar de wereld is gewoon veranderd. En je kunt niet erop vertrouwen dat iedereen het beste met je voor heeft.
Dus ik vond het heel belangrijk om kinderen een stem te kunnen geven of hun stem te versterken, zodat ze genoeg zelfvertrouwen hebben om te zeggen, nee, dit wil ik niet. Ja, kinderen mogen toch voor zichzelf beslissen, als het maar niet indruist tegen dat goede, luister goed, dat goede wat hun ouders met ze voor hebben. Maar ik bedoel, ja, moet kunnen toch met een brasse oom of tante, moet toch geen probleem zijn? Nee. Nee, eigenlijk ook niet. Ik denk met, je weet, in Suriname moet je, maar eigenlijk overal, hè, binnen families, wordt verwacht dat je respect toont voor je ouders, voor familieleden, voor kennissen. Terwijl je bent helemaal jezelf aan het aanpassen om andere mensen tevreden te stellen. En we moeten daarvan gewoon afstappen. We moeten ons gevoel daarin volgen en onze grenzen stellen. En begint bij kinderen. Juist, ja. Om dit specifiek voorbeeld te gebruiken. Eigenlijk zouden alle ouderen moeten leren aan hun kinderen. Ja, bijvoorbeeld aan een meisje. Je moet niet gaan zitten op oompjes en zo. Weet je? Maar goed. Ik hoor... Ja, maar dat is het mooie aan kinderboeken. Ik schrijf het voor kinderen, maar het zijn ouders die voorlezen. En aan de hand van het verhaal kunnen ook gesprekken ontstaan. En dan kunnen mensen misschien beginnen nadenken van... Hé, hey, wat ik hier vraag van mijn kind is misschien niet oké. Juist, ja. En als het niet de ouders zijn die voorlezen, heb je van die flinke kinderen, hoor. Want ik denk persoonlijk, hoor, dat kinderen van nu flinker zijn als die van vroeger. Ze hebben meer toegang tot verhalen, meer toegang tot zoveel, weet je. En ja, dan doen ze het wel zelf, dan lezen ze het wel zelf. Ja. Hoe kunnen we dit verhaal lezen of dit boek lezen? Waar is het te koop? Online? Ik weet niet of het al in Suriname te koop is. Het is op bol.com en eigenlijk verkoop ik het ook op mijn eigen webshop. Ik ben nog naar manieren aan het zoeken om het ook in Suriname te kunnen sturen. Of misschien dat er een wederverkoper is in Suriname die het wil overpakken. Ja, want er zijn boekhandels hier. Die kunnen daar iets mee doen, toch? Misschien kun je die connectie leggen met familie of zo. Een betrouwbare persoon, ja, die voor je kan stappen naar een boekhandel. Voor de, ja, kinderen die het willen doen met de ISBN. Want het verhaal is ook echt Surinaams. De persoon die de tekening heeft gemaakt is Simon Beus. Hij is geboren in Saramaka. En al de illustraties in het verhaal zijn echt gebaseerd op Surinaamse cultuur. In het boek is er een, je kent die opgezette vissen, die piranha's. Er is een Surinaamse klok te zien. De oma heeft een koto aan, dus er wordt een piano geserveerd tijdens het feest. Dus het is eigenlijk echt een Surinaams boek en een beetje spijtig dat het nog niet in Suriname te verkrijgen is. Timmer in mijn na Bangi. Ik ga voor zo'n boeken bij me geven uit. Maar ja, ik begrijp het hoor, je moet ook verdienen. Maar het moet hier komen, man. Echt waar. Ik hoor dat Belgisch accent. Sorry, ik kom weer op dat van accent. Meer een accent. De Surinaamse. Met een Belgisch accent. Oh, ik heb geprobeerd hoor. Ik heb geprobeerd. Ik lach je niet uit hoor. Maar we houden van plezier. We houden van lachen. Dus en, hopelijk begrijp je. Ja, ik hoor leden. Nee, nee hoor. Ik hoor leden. Weet je, leden. En dan, heeft. Leden, heeft. Ja. Weet je, mijn Surinaamse vriendinnen hier lachen me ook uit, hè, meneer Spang. Wat zeggen ze? Ze zeggen, hoe klinkt je zo Belgisch, terwijl ze ook in België wonen. Maar niet zo lang als jij. Jawel. Ik denk ook net zo lang als ik. Maar het heeft ook te maken met de omgeving. De eerste jaren dat ik in België woonde, echt, ik zag geen Surinamers. Dus ik ging vooral met mijn Belgische collega's en vrienden om. En dan na een paar jaar pak je
automatisch het accent over. Omgeving, omgeving. Ja, ja, ja. Oké, okay. Ja, ja. Ik bedoel, hoe is de omgang met deze mensen? Gezellig? Het is anders. Ik zou zeggen, voor Surinamers is het zeker aanpassen aan de Belgische mentaliteit. De mensen zijn een beetje afstandelijker dan wij gewend zijn. Het is gewoon op een ander niveau. Ze geven niet zo makkelijk brasas? Nee, en ook niet goeiemorgen zeggen of zo. Dat is... Nee? Ik vertel het af en toe aan collega's, hè. Als je in Suriname in een bus stapt, dan zeg je goeiemorgen en iedereen zegt goeiemorgen toe. Hier moet je het niet doen, hè. Nee, nou. Gewoon stilte. Gewoon stilte. Mijn vader heeft het gedaan toen hij hier op vakantie kwam. Ik weet nog, en ik vind het heel grappig, we waren in Antwerpen in de trein. En hij stapt in en hij zegt goeiemorgen en iedereen stil. En mijn vader zei toen op mijn papper, wat is mijn dag broer of zo? Wat is mijn dag of zo? Dat is gewoon niet zo gemakkelijk. Dat is maar je mangen en pannen kweken, denk ik. Dat is maar je mangen en pannen kweken, denk ik. Dat is alleen nog een manier. Ja, maar echt, hè? Zo komt het over. Maar weet je, het is, waarom ik zeg dat het anders is, de mensen zijn echt afstandelijk, maar als er ergens een connectie ontstaat en je sluit vriendschappen en zo, het is echt op een ander niveau. Je merkt echt al dat mensen het met je menen. Als je ziek bent, komen ze echt voor je zorgen en zo. Het is echt op een ander niveau. Je moet aanpassingsvermogen hebben. In Suriname hebben we geleerd, groet is niet verplicht, maar beleefd. Nog niet kou aan prinsie. Maar over het algemeen doen we het hier wel. Maar weet je, soms kom je ook in Suriname mensen tegen, die als ze je niet kennen en je ze groet, groeten ze niet terug. Ze willen eerst weten, en wie is aan het een lange afstand, als maar snap niet, nee, visie. Oh, een sap voor zijn soeman en voor zijn pika's, maar eigenlijk is dat, voor Surinaamse begrippen, ook onbeleefdheid, hè? Ja, maar je gaat eigenlijk niet gewoon met iemand praten als je die niet kent, toch? Maar groeten. Kan het niet bij groeten mee? Dus, je zou het wel echt vanaf geboorte hebben meegekregen. Misschien is dat maar je baar, Uri. Ja, dat is maar nog pikkie, ja, nee. Ja, maar zo is het. Dan moet je iets om over te roddelen achteraf. Meisje, Jodi. Nou, als man op pikkie schrijf je de naam aan Miri. Ja. Nee, leuk man. Je bent al zo lang in België, Sarissa Windzak. En, ja. Hoe lang zie je jezelf nog daar wonen? Wat zei je? Hoe lang zie je jezelf nog daar wonen? Oh, dat weet ik niet. Ik zeg altijd van als mijn kinderen oud genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen, verhuizen misschien voor een paar jaar naar Suriname. Maar momenteel zijn er niet echt concrete plannen. Ja. En je kinderen die praten helemaal met het Belgisch accent. Ja, die zijn hier opgegroeid, maar mijn oudste zoon die kent wel een paar woorden Surinaams. Hij is zichzelf aan het leren. Oh, hij doet zijn best. Wat lief van hem. Ja, hij is een dol op Suriname, dus hij wil ook wel de taal kunnen spreken. Een belangrijke taal voor jou weggelegd. Ja, maar ik denk dat zulke dingen wel automatisch komen. Hij is sowieso half Surinaams, dus minister. Automatisch komen. Tewan, no takato, yo, chef, automatisch. Je moet blijven praten, hè. Ja, oké, Surinaams. Ja, maar het is niet alleen de taal, hè. Het is ook het eten, een stukje cultuur dat we meegeven.
dus het komt wel goed. En kregen ze Surinaamse opvoeding of is het Belgisch? Daar in huis. Het is een moeilijke mix. Gimatori. Maar ik ga het niet vertellen over de Surinaamse opvoeding, hè. Maar de Belgische opvoeding is eigenlijk totaal tegenovergestelde. Dus mijn man en ik moeten ergens een balans vinden tussen die twee. Ik heb al gezegd, die jongens gaan me altijd de strenge noemen van ons twee. Dus het is nu eenmaal zo. Ja. Van mama een Surinaamse opvoeding, van papa een Belgische. Ja, of een mix. Ik kan me ook aanpassen, hè. Oh, en mama kan zich ook aanpassen, oké. Okay. Ja, zeker. Het moet ook hier, hè. Ik kan hier geen tamarinde tak gaan halen. En tak me go with you. Voordat je staat de politie voor de deur. Wel, ik ken van die ouders die wonen in Europa. Maar die denken aan hem, tjim, ben je aan vakantie? Die frustratie van heel lang af. Hier is er een man, luister. Wat zijn hier? Zie je deze plaats? Ik zou wel gaan met Doha tragedie, met kansen naar Europa. No, hier is Sandere, Jap Airport. We hebben nog voedsel, ik wil Jap. Nou, hier is mosso manier. Voordat we weer in Holland zijn of in België, ben je ook koekje hoor. Mama gaat je lesje leren. Maar let maar op TV. Web TV, de half Surinaamse, half Belgisch. Dat papa nog komt niet op vakantie. Hey! Feestjes! En Surinaamse ouders bedreigen ook nog, hè? Dat ook door dat we dat in opoimo voor dat wansani. Dat die wat prefuurt tegen pa. Tak me bij voorjaar. Maar hier ook hoor. Of god dat kan scoren. Daarvoor heb ik geen vlucht nodig naar Suriname. Hier ook. Jullie bedreigen ook daar. Je weet hoe... Ik denk gewoon, alle moeders, het maakt niet uit wat voor nationaliteit. Je weet toch, we bedreigen maar met onze standen op elkaar. Mm-hmm. Als je bloed van je zien, moet je niet. Nee, zeg je maar toch niet dat. Hey, ja, je hebt wat dat dreigement, zegt men, een dreigement, een mooi woord, dreigement. Als je wil, kan je het gaan vertellen op school, dat wanneer de politie of de, wie dan ook hier gaat komen voor de kinderen, toch wel, kinderbescherming, hier gaat komen, dan ga je met ze mee, dan ga je niet meer hier wonen bij mama, hoor. Want mama is niet goed, toch, je wil het gaan vertellen, dan ga je met ze mee. Dat soort dingen hoor je, hè, boy. Maar ja, we kunnen niet op ons. Ja, maar dat is zwaar, hè. Dat is die aanpassing die ik wel heb gedaan in mijn eigen opvoeding. Minder bedreigen. Ik geloof niet zozeer in je kind bang maken. Want ik wil altijd dat hij bij me komt om te praten als er iets is, weet je. Ja, dat moet kunnen. Kinderen moeten altijd zich durven uiten. Ja, zeker. Is er al een idee voor een volgend kinderboek, Sarissa Windzak? Er is een idee. Het is alleen nog niet op papier. En ik kan daarom nog niet veel over vertellen. Misschien kun je een beetje inspiratie putten uit dit gesprek, denk je niet? Of het eraan toevoegen? Ja. Ik denk dat ik de naam Oulu misschien zelf al kan gebruiken. Ja, hoe zou de Belgen Oulu uitspreken? Ik denk dat ze gewoon Oulu zouden zeggen, toch? Dat bedoel ik. Ik denk dat Oulu gemakkelijk is om te zeggen. Ik denk dat als het een naam was, dat een samenstelling of zo, dat zou wel wat moeilijker worden. Mm-hmm.
Mijn moeder in Rotterdam, met mijn nichtje toch, met mijn moeder, oppas toch voor de dochter van mijn jongere zus toch. Die zei, mijn moeder is gepensioneerd toch daar. Weer dat ik dacht, groet om Onu, doe daar telefoon, groet om Onu. En die dacht, om Onu, om Onu. Om Onu, om Onu. Ze probeert, ja. Dat maakt een, wat we zijn, zo mooi, toch? Het Surinamers heb je overal. En we zijn aardige mensen, we zijn lieve mensen, we houden van lachen. Hoe goed is het contact tussen Sarissa Winsak en de familie en vrienden in Suriname? Goed, ik zou zeggen goed. Een beetje, met de familie is het nog altijd sterk. Met vrienden een beetje minder, maar... Dat ze begrijpen vanwege de afstand. Ik ben al 4 jaar niet geweest in Suriname, dus het is eigenlijk gewoon terug tijd om mijn ticket te boeken. Het is tijd. Ja. Ja, om je ticket te boeken, mooi. Die plek waar je woont, noem het nog eens, is dat Herend of zo? Herend, ja. Ja, Herend. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Als je Herend zou moeten tekenen, zeg maar tekenend beschrijven, wat zouden we zien op papier? Een droge beschuit. Een droge beschuit, ja. Ja, in Herend vind ik dat er niet genoeg leven is. Herend is geen Antwerpen of zo. Ja. Het is een goede plek om kinderen op te voeden, om te wonen. Maar die spanning die je zou verwachten, zeker als Surinamer, is er niet. Ja. Maar wat doe je wanneer je even heimwee hebt? Of krijg je geen last van heimwee zoals ik? Oh, ik heb serieus heimwee nu. Gewoon omdat het zo lang is. Wat ik doe is contact met familie. Af en toe maak ik een bruine bonen gewoon om de sweetie van thuis een beetje te proeven. Maar ik heb nu nog enorm veel heimwee. Dus ik heb geen wondermiddel momenteel ervoor. Ik heb altijd zoveel bewondering gehad voor jullie die kunnen wonen in het buitenland, man. Echt waar. Daarom ben ik ook zo blij, evenals zoveel anderen hoor, hier bij de SRS en daar buiten, hier buiten. Die Surinamers overal volgen. Jullie durven het. Je hebt het gedaan, eens een besluit genomen voor Gota Inwantra Kondri. Maar heimwee, boy, mina wasabi. Maar altijd Suriname in ons hart, hoor. Ja, hè? Ja. Waar we ook gaan. Waar je ook gaat, ja. Dat is het, ja. Je uiterste best doen om daar te surviven, om daar... te verdienen om, weet je, om in die eind Suriname toch beter te maken, want je bent een deel van Suriname. En emoties kunnen overwinnen, dat is top. Geloof me, want niet iedereen kan dat, emoties overwinnen. Mij bijvoorbeeld Notranga zo, snap je? Dus als je het kan doen, man, zoveel lobby voor jullie. Moussa Saptak, no, Winsang, ik kan dit gevoel, dit gemis even onderdrukken. Dat is goed. Ja, het is wel zwaar, hè. Mm-hmm. Ik denk dat niemand zou ontkennen dat het zo zwaar is. Maar we doen ons best. Ja. Mm-hmm. Heb je Surinaamse muziek thuis? Los van online iets gaan beluisteren. Niet een CD meegenomen. Een ja, ik heb zo mijn playlist. Met Surinaamse muziek. Maar bij mijn actie, ik ben niet goed met die namen. Maar wat denk, is dat? Ik ben voor die classics. Ik heb een oude ziel. Ik hoor van Nicky Hugo. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik kan het zeggen, lief me. Mm-hmm. Lieve Hugo, oké. Okay. Ik denk dat man lief ook zou kunnen meedansen op Lieve Hugo.
Je weet maar, loop Lieve Hugo toch? Denk maar aan het Metropole Orkest en het Boenanga Lieve Hugo's muziek en zo. Ja. Wacht, die valt een beetje weg. Zeg dat in het Vlaams voor me. Je valt een beetje weg. Hoe zou je het zeggen in op zo'n Vlaams? Sarissa, je valt een beetje weg. Of ik hoor je niet meer, of ik versta je niet meer. Hoe zou je dat zeggen op zijn Vlaams? Dat je me niet meer hoort. Dat jij me niet meer verstaat. Dat jij me niet meer hoort. Hoe zou je dat doen op zijn Vlaams? Er is denk ik heel... Een andere manier, maar die is heel klaar. Oké, gaan we dan groeten op zijn Vlaams? Oh ja, dan zeg ik salut. Salut. Ja, ja, no? Vlaams of Frans, het is salut. En tot ze biedt. Ja. Dat is mooi. Dankjewel Sarissa Windzak voor je tijd. Wat een aardig gesprek. Ga door met het schrijven van boeken. Heel veel succes met Cargo Confetti. En isaptak unu na sarana manko, no bun srefi. Alubida te tanghora sarana fraga hi. Zeker, zeker. En dankjewel voor het leuke gesprek. Graag gedaan. Weer zeker weten. De connectie blijft. Ons wens hoe niet takkie alle lezen. Dag Sarissa. Oké, aboom. Ododi, tamboom. Ja. Goede premium diesel. Geschikt voor alle dieselmotoren. Dus zeker ook zwaar materieel. Go to energy to go.